Dat ik dan uiteindelijk gewoon ervan kan leven. Dat is eigenlijk mijn grootste doel. En ja, misschien nog wel een specifiek persoonlijk dingetje wat wel leuk zou zijn, is als ik ooit op Lowlands zou mogen spelen. Dat is toch wel echt een droomplek om te spelen. De organisatie van Lowlands heeft nog niet gebeld, maar verder kwamen de dromen van de net aan het conservatorium afgestudeerde Leidse singer-songwriter Melle Bodaar het afgelopen jaar bijna allemaal uit. Vorig jaar hadden we met een ander liedje, Heart Race, was dat. Voor het eerst een keertje waren we af en toe een beetje op de radio, mochten een keertje langskomen bij Radio 2 en natuurlijk op Sleutelstad veel gedraaid. Maar nu slaat dit liedje Run Run ineens helemaal en dan wordt echt elke dag overal gedraaid. Dus dat is wel heel bijzonder en heel leuk natuurlijk. Het tweede van de nieuwe EP komt er ook aan op 1 oktober. Already Home heet die. Ja, eigenlijk waren we van plan om die al veel eerder uit te brengen. Eigenlijk al een maand geleden of zo. Alleen we wilden eigenlijk die vorige single, omdat die zo aansloeg, wat meer ruimte geven, zeg maar. Another day is an end, but tomorrow is already on my troubled mind. If only I could stall the time. And last night I was dreaming of a future and I saw us in a different life. The morning made me realize. Ik heb vorig jaar, of eigenlijk 2 jaar geleden is dat alweer, in Leiden de Nobel Award gewonnen met mijn band. En een van de prijzen daar was opnametijd in Wisseloord Studios in Hilversum. Dus we zijn daar eerst heen geweest. Daar hebben we eigenlijk drums en bas en gitaar en zo opgenomen. Maar hier hebben we later nog mijn zang opgenomen en alle backing vocals en de piano opgenomen. En nog alle gekke instrumentjes die ik hier heb hangen. We keep moving on, but we're already home. The sky's in blue, the tears will dry. I know what we're praying for. 'Cause with you beside me, I know I'm alright. Welke artiest lijkt het je leuk om een single te maken? Er zijn eigenlijk heel veel artiesten waar ik heel erg fan van ben. Maar dan om het een beetje dichtbij te houden in Nederland. Lijkt het me wel heel gaaf om een keertje met bijvoorbeeld Douwe Bob iets te maken. Of bijvoorbeeld met Ruben Heijn. En die heb ik toevallig laatst ook ontmoet. Ik heb in zijn voorprogramma gespeeld. Dus dat lijkt dan niet helemaal onmogelijk. Dus dat zou wel heel erg leuk zijn, een van die twee. Op 1 oktober verschijnt de single Already Home.